En dan de grote winnaar, Leefbaar Nederland. Van 0 zetels nu naar 6 zetels volgens de peiling. We gaan straks eventjes op GroenLinks door. Eerst even een reactie op Leefbaar Nederland. Ja, ik vind, ja, van niks. Van een paar maanden geleden natuurlijk niks. Maar goed, en van een hoop ruzie naar zes. Nou ja, ik vind het wel zorgelijk. Omdat het natuurlijk wel iets te maken lijkt te hebben. Ik bedoel, ik ben geen Maurice de Hond. Wil ik ook absoluut niet zijn. Dus wat dat betreft, schoenmaker blijft bij je leest. Maar omdat het, ook bedoel, het heeft natuurlijk waarschijnlijk wel iets te maken met die niet aflatende strijd van Fortuyn tegen de islam. En de moslims. En ik zeg wel tegen mensen die nu kijken en anderen, als dat doorgaat, als dat echt zeggenschap krijgt, dan is dat natuurlijk niet Leefbaar Nederland. Dat is minder Leefbaar Nederland. Lodewijk de Waal van de FNV heeft gezegd dat hij niet met Fortuyn in debat wil gaan. Wilt u dat wel? Ja, ik sluit dat niet uit. Maar ik vind ook dat je echt verderfelijke standpunten moet kunnen en durven bestrijden. Dus ik zeg hier niet dat ik Fortuyn nooit zal tegenkomen. Maar ik zal er misschien een enkel moment voor kiezen. Misschien hier? Dat weet ik niet. Ja, of een andere tafel. Maar ik bedoel, de verkiezingen zijn over 6 maanden. En dan zal het best een keer gebeuren. Ik sluit dat niet uit. Fortuyn heeft zelfs lak aan zijn eigen partij. Met zijn pleidooi de grenzen te sluiten, overschrijdt hij een grens. Het discriminatieverbod afschaffen gaat zo mogelijk nog verder. Het is de bijl aan de wortel van de grondwet en de beschaving. Dit is niet gewoon rechts, dit is extreem rechts. En tegen het kader van die partij zeg ik: breek met deze charlatan. Hij heeft uw partij gekaapt voor zijn eigen agenda. En tegen de kiezer zeg ik: besteed uw stem beter. Het is een onduidelijke partij. Met een onfrisse politiek. Met onzekere personen. En met een ondoorzichtig budget. Zo'n partij noem ik Onleefbaar Nederland. Ik hoop eerlijk gezegd dat die partij een beetje in opstand komt tegen die leider. Maar ja, wie artikel 1 van de grondwet schrapt, ik zie het niet in het programma van Leefbaar Nederland staan, maar het staat wel in het programma van Fortuyn. En ik heb gezegd, hij kaapt een beetje de partij voor zijn eigen agenda. Nou ja, en dat is natuurlijk geen democratische agenda, dat is duidelijk. U denkt dat Fortuyn zich vandaag ook wel in de vingers zou hebben kunnen snijden met deze uitspraak? Ik denk dat Fortuyn zich in zijn eigen vingers gesneden heeft. Ik hoop dat hij in zijn eigen vingers gesneden heeft. En ik hoop dat de wond zo diep is dat het bloeden voor 15 mei niet ophoudt. Ik heb hem uitgedaagd tot het debat en dat gaat hij uit de weg. Ja, en dat zegt dus heel veel over het niet-democratische karakter van die persoon. En dat is diep, diep treurig.